Welkom bij weer een nieuwe tutorial. En in deze tutorial gaan we het hebben over het maken van effecten in jouw montage. Ja, en met het toevoegen van een effect wordt jouw montage al gelijk een heel stuk interessanter en minder statisch. Het voorbeeldje wat ik hier heb staan, dat gaat over koffie, een heerlijk drankje. En als we daar daarheen gaan, dan zie je dat ik in video-track nummer 2, dat ik daar een extra clipje bovenop heb geplaatst. En hiermee wil ik een soort van mooie overgang maken naar het volgende shot. En dat doe ik op basis van een aantal effecten. Als ik een clipje selecteer in mijn tijdslijn. Dan zie je linksbovenin links bovenin onder het tabblad effect controls. eigenlijk de standaard effecten al staan. En deze standaard effecten en dit mini tijdslijntje hier aan de rechterkant, dat doet me altijd heel erg denken aan Adobe After Effects. Beetje dezelfde werkwijze. Hier ook zie je stopwoordjes staan en met die stopwoordjes kan je dus een beweging gaan vastleggen, keyframes maken. Eh, hebben we al een klein beetje gezien in de titels tutorial. Maar daar gaan we nog een beetje wat meer op, op inzoomen. Mijn idee is dat ik een soort van picture-in-picture picture effect ga creëren met mijn coffee shot. Dus ik ga even een stukje terug in de tijd ongeveer. Hier wil ik dat mijn beeld als een picture-in-picture picture idee in beeld staat. Dus ik kies hiervoor bijvoorbeeld een scale van 50%, waardoor die lekker wat kleiner in beeld is. En als ik erop dubbel klik op het beeld, dan zou ik hem ook kunnen pakken. En met shift indruk uh, kunnen verplaatsen. Misschien zoiets. En dan zie je dat al deze waarden dus hier links onder de effect controls aan het, uh, aan het aanpassen zijn. Nou, wat ik graag zou willen, is dat het clipje dus in beeld gaat komen. En door het slepen aan deze waarden kan ik ook mijn clipje buiten het beeld halen. En zeg maar een soort van buiten al klaarzetten in de colise. Ik druk op Position en heb daarmee een keyframe uh, gemaakt. Ik kan een stukje verder in de tijd, waardoor ik het, het beeld laat, laat binnenkomen. En eh, aangezien het nu buiten, staat, buiten beeld staat, kan ik hier klikken en slepen. Eh, plaatje vinden en misschien zelfs nog een stukje verder gaan slepen. Naar het midden van het beeld. Eenmaal in het midden aangekomen, dan zou ik graag willen dat het beeld beeldvullend is. Dus dan zal ik ook met de skill moeten gaan werken. En die skill die staat nu op 50%. Zo groot is hij die als die hij het, het beeld binnen gaat komen. Dus ik zet hier ook weer mijn playhead weer een stukje terug in de tijd. En zet hem hier vast met een, met een keyframe. Ga weer een stukje verder in de tijd naar het midden van het beeld. En daar kan ik dus kiezen van nou ik wil geen 50% meer. Maar ik wil 100% of ik wil misschien nog verder inzoomen. Ga daarmee nooit te ver. Want dan ga je de pixels heel erg zien. Dus ik zet hem hier op 100%. Op het moment dat ik dat aan het doen ben, zie je dus dat hij automatisch voor mij keyframes aan het aanmaken is. En dat is dus op basis van die standaard effecten. Op deze manier. En vervolgens kan hij daar dus een, ja, een poosje stil blijven staan. Laten we hem een aantal frames over deze las heen geven. Misschien nog een beetje aanpassen van de keyframes. Qua timing. En dan vervolgens ja, wil ik dat hij ja, hier eigenlijk een startschot gaat, gaat krijgen om weer het beeld te gaan verlaten. Alleen als ik nu zeg van nou, hij moet nu naar rechts toe. Dan zal hij het al gelijk gaan doen vanaf het vorige keyframe. En zal hij zal nooit lekker in het midden blijven staan bovenop die las en dat vind ik een beetje vervelend. Dus ik ga even met de command zet een stapje terug. Keyframe is weer weg. Uh, want hier wil ik dus eigenlijk nou ja, een soort van stop sign uh, neerzetten dat doe ik door handmatig een keyframe toe te voegen en dan kan ik nu weer een stukje verder en hem weer het beeld uit laten gaan nou, diezelfde handeling doe ik ook bij de scale dus laat ik hier voor 100% ook weer even een keyframe geven en vervolgens mag die ook weer naar 50% terug gaan schalen en op die manier kan je dus gaan werken met die mini tijdslijn, dat mini after in beeld. En krijg je dus dit soort overgangseffectjes. Nou, natuurlijk kan er nog veel meer met effecten. Dit zijn slechts de standaard effecten die je in Premiere Pro vindt. Hier onderin zie je al bijna het woordje effecten staan. Scrollen we nu netjes naartoe. En vanuit die editing workspace kan je dus al gaan bladeren door alle effecten heen die hierin zitten. Uh, er is echter ook een effecten workspace. Dus wil je echt gaan focussen op de effecten, dan kan je ook naar deze omgeving toe, waar je gewoon net wat meer ruimte hebt voor alle effecten die je gaat, uh, gaat toepassen. Laten we eens even gaan kijken naar bijvoorbeeld de video-effecten. Hier tussen zitten behoorlijk wat, uh, wat effecten die je kan gaan gebruiken. Um, en je wil bijvoorbeeld wat gaan doen met, uh, laten we zeggen, de Image Control. Um, en daar zit Black and White in. Um, black and White kan ik dan toevoegen op mijn clipje door hem op de geselecteerde clip te slepen. Uh, wat ik ook kan doen is, als er een clipje geselecteerd is, dubbelklikken op een effect. En dan bevindt hij zich ook op uh, de tijdslijn. En je ziet ook hier aan het groene icoontje bij effects in je tijdslijn dat daar iets extra's op geplaatst is. Hij is niet meer grijs er is wat mee gebeurd. En hier zie je trouwens ook dat hij geel is geworden, omdat ik daar een handmatige animatie heb toegevoegd. Maar hier zit dus een extra effectje op en die kunnen we ook weer gaan zien hier linksbovenin in je effect controls. Hier onderaan is die toegevoegd en nu is die black en white geworden. Ja, en dat zie je natuurlijk ook al duidelijk in het uh, shot naar voren gaan, gaan komen. Dus die is toegevoegd, zit er zitten niet zo heel veel uh, uh, opties in, eigenlijk, uh, eigenlijk geen. Dus laten we even gaan kijken naar misschien een ander effectje wat er nog, uh, nog bij zou kunnen. Bijvoorbeeld een blur effect. Laten we kijken wat de Gaussian blur kan gaan betekenen. Oh, die klik en sleep ik op mijn clipje. En dan zie je dat hij hier die effecten allemaal gaat doorstapelen. En deze heeft inderdaad wat meer uh, waardes die je kan, uh, kan aanpassen. Er is nog niks geblurred in het, uh, in het shot. Maar we kunnen die waardes natuurlijk gaan verhogen. Waardoor je wel die blur ziet ontstaan. Beetje vieze randjes komen er omheen. Die zien er niet echt netjes uit. Maar als we de Repeat Edge Pixels aanzetten, ja, dan blijft hij alles netjes doorstempelen tot aan de rand van het beeld. En dat valt natuurlijk ook wel weer te animeren. Dus overal waar een stopwordje voor staat, daar valt een animatie voor te maken. Dus wil je geblurred gaan, gaan beginnen. Dan zetten we die blurriness misschien op een rondgetal 50. Keyframe. Animatie staat aan. Eerste keyframe staat er al. En laat hem hier netjes naar 0% blurriness uh, toe gaan. krijgen we automatisch een nieuw keyframe erbij. En hebben we ook daarvan weer die animatie En weer super scherp. Wil je een effect niet meer hebben, mag het toch netjes in, in kleur blijven. Zo'n effect kan je ook eenvoudig weg Misschien even aan en uitzetten. Kijk wat het verschil is. Willen we willen hem niet meer hebben. Selecteer het effect, delete op je toetsenbord. En het effect is verleden tijd. En nu hebben we nog wel netjes die blur in zitten. Die prima zijn werk doet. Nou, zo kan je eigenlijk ja, heel eenvoudig ja, effecten gaan toepassen op jouw clipjes. Wat ik heel fijn vind is het vergelijken met Photoshop. Als ik daar op zoek ben naar een bepaald effect, dan zou ik hier ook kunnen gaan zoeken naar bijvoorbeeld de levels. Die bewerking natuurlijk ook vaak in Photoshop. Die kan ik hier ook toepassen op mijn, mijn clipje. Dus heb je een effect wat je kent vanuit Photoshop. Typ hem netjes in. Grote kans dat dat effect ook hier op popt. Nou, last but not least heb ik nog een verrassend shot aan het einde van mezelf. Uh, Want ik wil je graag nog iets laten zien als we iemand onherkenbaar in beeld willen gaan brengen. En daar heb je tegenwoordig steeds vaker mee te maken als het gaat om de wetgeving, om de privacy. Soms moet je iemand gaan blurren of in ieder geval onherkenbaar gaan maken. Dus laten we deze waanzinnige crimineel even gaan blurren. Dus ik ga naar de video effects en ik kies hier voor blur. Ook weer de Gaussian blur. En wanneer ik nu die, die blurriness aanzet, ja, dan zie ik heel die omgeving niet meer uh, waar ik uh, op dit moment ben. Uh, dus ik wil eigenlijk alleen maar het hoofd gaan blurren. Nou, en daarvoor kan ik hier kiezen voor een oval, rectangle of zelfgetekend masker. En als ik nu bijvoorbeeld een ovaaltje ga pakken, dan zie je dat alles wat in het ovaal is geblurred gaat worden. Um, en aan de hand van deze punten kan ik ook het masker wat kleiner maken. En wellicht wat gaan roteren. En misschien zelfs de verder rondom de randen wat zachter maken. En nu zie je dat hij dat heeft toegevoegd, dus aan mijn Gaussian Blur. De blurriness kan nog wel ietsje heftiger, want ik valt nog steeds wel een beetje te herkennen. En hij zit erop. Waar het niet uh, dat mijn hoofd uh, ook aan het bewegen is. Dus soms uh, kijk ik buiten het maskerom. Verdorie, ben ik toch nog herkenbaar? Gelukkig kunnen wij het masker ook gaan animeren. Gaan tracken. En dat doen we met Track Selected Mask Forward optie. Zo'n mond vol. En op dit moment blijft hij eigenlijk alle pixels in de gaten houden. En gaat hij netjes mee met het hoofd. En maakt hij continue keyframes. Zoals je hier ziet, barst het van de keyframes. Het is wel altijd aan te raden om dit proces in de gaten te houden. Uh, soms gaat hij wel eens een keertje mis als er een grote verandering is in beeld. Nou, dan moet je hem even stoppen. En dan zet je hem even een beetje terug tot waar die fout ging. En kan je hem weer verder laten gaan. En dan blijft hij netjes daarop zitten. Super tof. En eigenlijk op elk visueel effect uh, heb je de mogelijkheid om dat masking te doen en het tracken. Ik ben hier een beetje te laat begonnen. Gelukkig hebben we niet alleen maar track selected mask forward, maar ook backwards. En nu gaat hij achteruit in de tijd en plaatst hij op die manier de keyframes. Super handig om op die manier iemand onherkenbaar in beeld te maken. Dat kan niet alleen op de effecten die je toevoegt, maar ook op de effecten die al op de clipjes zitten, zoals de opacity. Uh, stel je voor, ik pak hier nu in mijn opacity effect het vierkantje, de rectangle. Dan kan hij keurig netjes rondom mijn bril. Een vierkantje maken zodat ik nu wel mijn ogen uh, zie. Maar uiteindelijk wil ik liever dat effect omdraaien. Zodat ik een zwart balkje uh, voor mijn ogen krijg. En dan hebben we een daadwerkelijk opsporing verzocht. En dit kan ook weer getrackt worden. En dan blijft dat vierkantje, dat rectangle, blijft netjes op mijn hoofd zitten op de juiste plek. En ben ik uh, qua ogen in ieder geval onherkenbaar in beeld. Dus ja, je ziet al een hele waslijst aan effecten die je kan toevoegen aan jouw mooie montage. Ga daar zeker mee aan de slag en kijk wat er voor tos tussen zit om jouw montage naar nog een hoger niveau te tillen.